Patty Bart heeft in het programma Shownieuws enorm tegen haar collega's lopen schreeuwen omdat ze vindt dat Lil Kleine na zijn sorryfilmpje een nieuwe kans verdient. Ze heeft daar enorm veel kritiek op gekregen, aangezien ze volledig voorbij gaat aan het feit wat de door Lil Kleine mishandelde Jamie Vaas daar eigenlijk van vindt. Wat Jamie van dat sorryfilmpje vindt? Erg ongeloofwaardig. Jamie heeft met enige skepsis kennis genomen van zijn boodschap, zei haar manager in de Telegraaf. De verontschuldigingen die hij uit voor de pijn en de kwetsuren die hij heeft veroorzaakt, zijn gericht aan heel veel mensen, maar niet aan degenen aan wie deze spijtbetuiging het meest recht zou doen. Jamie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de boodschap van Scholten slechts is ingegeven vanuit het belang van rehabilitatie met het oog op zijn carrière en niet is ingegeven door intrinsiek zelfinzicht, hetgeen zij betreurt. Jamie reageert met een sneer aan het adres van Patty Bart als het Juice-kanaal Reality FBI haar vraagt of haar relatie met Lil Kleine officieel voorbij is. Dat ik vroeg of hij al met een ander bezig was zojuist, moet ik dat opvatten dat het wel echt over is tussen jullie? Dat zei Patty ook al in Shownieuws, maar is nooit echt bevestigd of zo. Daarop antwoordt Jamie, refererend aan Patty's uitspraken, Patty M.M. vriendin gezicht dat op de grond rolt van het lachen. Ja, we zijn zeker niet samen, nee. John van den Heuvel denkt dat mensen als Patty te veel voor zoete koek slikken wat Lil Kleine zegt in zijn sorryfilmpje. Ik denk dat heel veel slachtoffers van huiselijk geweld dit soort verhalen heel vaak hebben gehoord, van hartverscheurende excuses en vergiffenisvragen en dergelijke, zei hij in RTL Boulevard. Dan zie je dat daders toch weer heel vaak terugvallen in oude fouten of oud gedrag. Daarom denk ik dat het eerst zien en dan geloven is. Het zijn mooie woorden en wellicht met goede intenties uitgesproken, maar het is nog veel te vroeg voor mij althans om een oordeel te geven over het waarheidsgehalte.